Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hoi, hoi. Wat fijn dat je naar deze podcast luistert. Mijn naam is Francis van der Wiel. Ik ben ademcoach en ik wil het vandaag graag met je hebben over hoogsensitiviteit. De lusten en de lasten daarvan. Want vaak heb je alleen nog maar de lasten ervaren. Vind je het moeilijk? Ben je snel uitgeput? Soms weet je niet eens dat je hoogsensitief bent. En ik wil je wat voorbeelden geven, zodat je meer bewust wordt van jouw kwaliteiten en hoe je daarmee om kan gaan. En aan het eind geef ik je nog een korte meditatie om te doen als je 's avonds thuiskomt uit je werk van een drukke dag, veel mensen gezien om je heen gehad, hoe je dan weer bij jezelf kan komen. Oké. Het eerste kenmerk is dat je energie van andere mensen overneemt. Jij kunt van binnen de emoties en energie van andere mensen voelen. En vaak ga je dan diezelfde emoties spiegelen. Het kan heel goed zijn dat je dat zelf niet eens doorhebt. Of dat je niet beseft dat die emotie helemaal niet van jou is. Als je hier bewust van wordt, dan is dat het begin van een manier vinden hoe om te gaan met jouw speciale vermogens. Het tweede kenmerk is dat je een hele goede en natuurlijke intuïtie hebt. Als je hoog empathisch bent, dan heb je unieke kwaliteiten die een minder empathisch persoon niet heeft. Jij kunt namelijk niet tastbare zaken zoals emoties en energie fysiek waarnemen. Je weet bijvoorbeeld wat een ander voelt, alleen al door naar diegene te kijken. Of je kunt weten wat de intenties zijn van je gesprekspartner zonder dat diegene ze uitspreekt. Jij weet en begrijpt hoe mensen zich voelen, alsof ze een verlengstuk zijn van jezelf. Pluspunt is dat je altijd kunt vertrouwen op je intuïtie. Twijfel er niet aan, maar handel er wel naar. Het volgende punt is dat jij snel kunt uitgeput raken van mensen om je heen. Want jij staat zo open en voelt zo goed wat andere mensen nodig hebben, dat je jezelf vergeet. Soms helemaal niet meer voelt. En jezelf leeggeeft. Je neemt vaak de problemen van andere mensen op jouw nek of rug. En dat zorgt voor moeheid en allerlei fysieke klachten. Daardoor blijft er niet genoeg energie over voor jezelf en jouw eigen doelen. Hoe leger je je gaat voelen, hoe moeilijker het is om in de buurt van andere mensen te zijn. Wat je kunt doen, is goed afwegen aan wie of wat jij jouw kostbare energie wil spenderen. Geef alleen aan degenen die het verdienen. Bijvoorbeeld naaste vrienden of familie. Experimenteer hier eens mee. En neem in ieder geval voldoende tijd voor jezelf. Verwen jezelf en zet jezelf op de eerste plaats. Het volgende kenmerk is dat jij gebroken mensen aantrekt. Mensen in de slachtofferrol. Mensen die het idee hebben dat ze anderen nodig hebben om hun problemen op te lossen. Dit soort mensen is op zoek naar energie. Ze voelen dat ze bij jou iets kunnen halen. Helemaal gratis en voor niks. Je herkent vast dat jij er vaak wordt uitgepikt in de menigte. Omdat jij uitdraagt dat je wel tijd wil besteden aan onbekenden en hulp wilt bieden. En dit is natuurlijk een supermooie eigenschap, maar heel lastig als jouw eigen batterij daardoor onder de minimumlijn komt. Dan is het heel lastig opladen. Als je gaat beginnen als hooggevoelige om onbekenden met problemen te negeren, dan zullen ze op magische wijze stoppen met jou benaderen. Ze voelen dan dat er geen vrije energie meer te halen valt. Het volgende kenmerk is dat grote menigten vaak een negatieve invloed hebben op jou.
op grote events, in steden, volle ruimtes of zelfs op feestjes, kunnen jouw zintuigen snel overprikkeld raken. En het helpt dan als je jezelf beschermt voordat je naar buiten stapt. Dit kun je doen door een bel van gouden licht om je heen te visualiseren. Terwijl je de duimen tegen de zijkant van het bovenste kootje van je wijsvinger drukt. Hier zit namelijk het punt van je dikke darm. En dit plekje staat voor alles wat je tot je neemt. Van voedsel tot emoties. Het staat ook voor je ambities, zelfverzekerdheid en hoe je in het leven staat. En als je dan zo die gouden bel om je heen visualiseert, terwijl je met je duimen tegen de zijkant van je wijsvingertoppen drukt, dan zeg je hardop: deze bel beschermt mij, voedt mij en aardt mij. De hele dag door. Wat ook helpt is om te douchen zodra je thuis komt. Dan spoel je letterlijk alles wat je hebt opgepikt gedurende de dag van je af. Je spoelt jezelf letterlijk schoon. Het volgende kenmerk is dat je heel sensitief bent. Ik zei het al, jouw zintuigen zijn als het ware overontwikkeld. Sommige hooggevoeligen kunnen zelfs fysieke symptomen voelen van wat anderen ervaren. Het pluspunt is dat je deze krachten kunt inzetten bij een healing. Maar je kan ze ook heel praktisch inzetten, bijvoorbeeld bij een vergadering. Als je voelt dat er van alles wordt gedacht, maar niet uitgesproken, dan kun jij die gedachten op tafel leggen. Het volgende kenmerk is dat jij vaak leugens kunt doorzien. Je weet niet hoe je het weet, maar je weet het direct. Vertrouw daarop. Een enorm pluspunt is dat je weet wie je kunt vertrouwen en op wie je kunt rekenen. Een heel belangrijk aspect van hoogsensitiviteit is dat je vaak je eigen problemen negeert ten gunste van die van je omgeving. Hoogsensitieve mensen gaan vaak zo op in het helpen van anderen dat ze niet aan eigen issues toekomen. Soms kun je die van jezelf niet eens meer voelen. Leef je energetisch helemaal buiten jezelf. Het kan zijn dat je dan ineens barst. Dat al jouw opgekropte emoties en genegeerde gevoelens als een actieve vulkaan naar buiten komen. Het is fijn als je gaat leren zorg dragen voor je eigen issues, vanaf het moment dat ze ontstaan. Stop ze niet weg, want het levert fysieke spanning en klachten op. Hoe je dit doet is als het ware jouw voelsprieten die soms mijlenver uitstaan om je omgeving te scannen, om gevaar te detecteren, om die voelsprieten weer naar binnen te trekken. Zodat je kan gaan kijken wat er bij jou zelf van binnen speelt. Het is belangrijk om regelmatig pauze en me-time te nemen. Een ademsessie, privé of in groepsverband, leert jou je aandacht naar binnen te keren, zodat je kunt voelen wat er bij jou leeft. Je ademt alle cellen en je hele aura weer schoon. Je reinigt jezelf van energieën van andere mensen die je hebt opgepikt gedurende de dag, zodat je jouw eigen heerlijke levensenergie weer vrijelijk kan laten stromen. Ik geef les op de bewustzijnsschool op de even donderdagavonden van 9 tot 10:30. En je bent van harte welkom om deel te nemen. Maar wat kun jij nou zelf doen in the comfort of your own home? Dan zorg dat je een lekker plekje maakt voor jezelf. Misschien zet je een rustig muziekje op, een kaarsje aan, je brandwierook. En dan ga je de 100 breaths doen, oftewel de 100 ademhalingen. Je kan in kleermakerszit gaan zitten, je ogen dicht doen, je concentreren op je zitbotten, landen, je handen op je buik leggen en dan 5 minuten ademen. Dat zorgt ervoor dat je heel snel vanuit je hoofd weer in je lijf keert en voelt waar de spanning zit, wat je hebt opgebouwd gedurende de dag. Je gaat ademen naar je buik. En met die zuurstof
maak je weer ruimte voor jezelf. En spoel je jezelf schoon. Je kan dat zittend doen in kleermakers zit. Maar je kan ook gaan liggen op de grond, op je rug. Maak het jezelf gemakkelijk en comfortabel. Ga op een schapenvacht liggen, doe een dekentje om je heen. En ga 5 minuten ademen, zuurstof brengen in je lichaam, aandacht geven aan je lijf. Zodat je weer thuis komt, thuis in jouw eigen energie. En zodat je energie te over hebt om dingen te gaan doen in de avond die je echt wil doen. Tot zover mijn inspiratie en de tip van vandaag. Wil je meer weten over mij of wat ik doe? Kijk dan op www.ademreis.nu. Tot ziens!